We zijn in hartje Amsterdam en heb je enig idee wat we gaan doen? Ik heb een donkerbruin vermoeden. Ja, een donkerbruin vermoeden. Dat is heel mooi trouwens. We gaan namelijk, nadat jij bier hebt geproefd al, ook kijken hoe het gebrouwen wordt. En ik heb nog een leuke verrassing. Oké, okay, leuk. Ja? Dat is goed. Hoi, alsjeblieft. Dank je. Dank je wel. Je kunt deze experience op je eigen gemak verkennen. Er valt genoeg te beleven. Neem een kijkje in het museum waar de geschiedenis uitgebreid verteld wordt. Of neem een kijkje in de brouwerij en tap je eigen biertje. Hey, kun jij een beetje tappen? Ja, met twee vingers toch? Ja, twee vingers. Maar lukt dat altijd? Ja, niet altijd, maar doe je best toch? Nou, ik heb al wat leuks voor je geregeld. Nadine gaat jou namelijk een tapinstructie geven in een van de mooie zalen in dit gebouw. Oké. Ja? Ja. Nou, Barry, ik ga je even laten zien hoe je perfecte biertje tapt. Ja, oké. Nou, het belangrijkste is dat je een heel schoon glas hebt. Dan gaan we naar de tap. Dan hou je je glas er 45 graden onder. Dan draai je hem de laatste seconde. En ook afschuimen met 45 graden. En dan zet je hem neer. En dan mag je het zelf proberen. Oké, ja, super. Helemaal open. Onder de hoek van 45 graden. Ja, Barry die krijgt ondertussen zijn tapcursus en ik ben de geheimen van Heineken aan het ontrafelen. Moet je kijken, joh. Ja, dit is namelijk de brouwerskamer, de plek waar vroeger ook de brouwers samenkwamen. Ja, en tegenwoordig kun je hier bijvoorbeeld heel intiem vergaderen. Maar ik ga eens even kijken of ik nog wat geheimpjes kan ontfutselen. Waar je ook komt in het gebouw, overal is historie. Deze ruimte heet het koelschip. Nou, dat zegt het dus eigenlijk al. Hier werd het bier gekoeld naar de juiste temperatuur. En dat zag er dan zo uit. Bijzonder, hè? Ja, en nu tegenwoordig wordt deze ruimte gebruikt voor vergaderingen, congressen, maar ook evenementen, zoals RTL Lounge Live. Het zag er heel gezellig uit en als je dan op zo'n evenement bent of je hebt hier een vergadering, dan kun je ook heel even ontsnappen en genieten van Amsterdam. Kijk hoe mooi. Want daar in Amsterdam ben jij zo ver van mij. Toch voel ik Amsterdam. Zo, nou eentje was wel genoeg hoor, Ber. Oh, oké. Ja. Ging die goed? Ja, super. Ja? Proost hè? Nou, proost. Ziet er goed uit. Yes.